wel makkelijk. Race nummer 7 met Pascal, Max, Wesley en Anja. We gaan eens kijken hoe ze van start gegaan zijn. Ze zitten redelijk dicht bij elkaar. Altijd een spannend moment hoe je het eerst door die bocht komt. Als je goed door die bocht komt en je kan het houden, heb je vaak een hele mooie uitgangspositie. We gaan eens even kijken wie gaat er op kop. Ik zie hier voorbij komen nummer 412, Pascal, die rijdt op kop. En redelijk in zijn buurt, nummer 310. Anja Jacob zit erachter en daarachter nummer 240. Max. Die zit op een mooie derde plaats, maar er wordt nog gestreden om die derde en die vierde. Het is nog niet beslist, het is nog niet beslist. De eerste en tweede plaats, die zien er in ieder geval wel goed uit hier. Maar die derde en de vierde plaats, nou, we gaan even kijken hier. Wat zien we hier voorbij kunnen, dat is nummer 116. Wesley voor een hele mooie derde.